Hi Weegschaal, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 42. Dat is van maandag 16 oktober tot en met zondag 22 oktober. En de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof deze week een week is waarbij je probeert de zaken wat in evenwicht te houden. Ik heb het idee dat er een bepaalde kans kan komen, een bepaald bericht kan komen waar je voor jezelf over na moet denken. Het lijkt wel een bericht te zijn waar je in eerste instantie meteen mee aan de slag wil, maar er is ook iets waarvan je echt denkt van, ik wil het wel en toch ook weer niet. Je lijkt dus namelijk echt tijd nodig te hebben om de voor's en de tegen's te gaan afwegen. En dat moet geen overhaaste beslissing zijn. Je probeert dat stukje wel in evenwicht te houden, maar het lijkt alsof er net iets meer tijd nodig is en net iets meer bij jezelf onderzoeken van wat is nu precies het stuk wat me eigenlijk hierin een beetje tegenhoudt. Want ik heb het idee dat het hele mooie kansen zijn en dat het een heel mooi stuk is waarbij je echt heel graag aan de slag wil, maar er is wel echt iets wat je goed moet onderzoeken, omdat het lijkt alsof als je er eenmaal in zit, je eigenlijk er niet meer uit kunt gaan komen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet negatief te zijn. Het is misschien wel een stuk veel werk of een stuk leuk werk, maar waardoor je andere dingen moet laten liggen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.